Mijn naam is Dave Nelissen. Ik kom op bezoek bij mijn schoonouders. Die wonen hier op het Ontwikkelingsplein. En we waren nieuwsgierig naar wat de achtertuin van hun, om het zo maar te stellen, te bieden heeft. En ik ben aangenaam verrast. Eigenlijk alles wel wat. Van kruiden, zelfs fruit, aardbeien, al van eigen bodem. Dus helemaal top. Super. Ja, en met wie zit ik hier op dit bankje? Je zit met Jeanette Jansen. Jeanette. Ik ben secretaris van de buurtplatform. Van hier de Wiekenpoort? Van Wiekenpoort, ja. En ik woon hier om de hoek. Okay. Professor Kernstraat. En het is heerlijk mooi weer. Ja. Zonnetje, wat wil je nog meer? Nou, lekker op een bankje zitten en praten. Ja, ik zit hier lekker op een bankje. Ja. Ik zie allemaal leuke mensen om me heen. Je zit te genieten gewoon. Er is iets van alles te doen. Workshops door Lyon. En dit is de buurttuin. Graag iedereen hier naartoe als het kan. Ja. Ik kan best goed koken, mag ik stellen. Okay. Ik ben best goed met groen. Ik heb zelf ook in het verleden een tuintje gehad. Een beetje misgelopen. We hopen dat wel weer eens in de toekomst op te pikken. Het is op woensdagochtend open. Woensdagochtend. Dan kan je bezig zijn om hier lekker in het onkruid te wieden. Er zijn tomatenplantjes, slaapplantjes, bloemen. Om jou nou iets beter te leren kennen, wat kun jij nou allemaal? Want je bent secretaris, kun je vast rekenen. Ik kan goed schrijven, laat me dat houden. En dingen organiseren en verbinden. Wat belangrijk is om te verbinden. Hoe doe je dat? Met de mensen praten. En zorgen dat de mensen met elkaar in contact komen. En, heb je daar een voorbeeld van hoe dat werkt? Nou, op het moment is het dus wel een groot probleem dat we minder geld krijgen. Okay. Hoe ga je dat oplossen? Dat is op te lossen in zoverre. De gemeente heeft nu iets ingesteld over tenders. Kan geld aangevraagd worden. Ja. Maar het grote probleem is, die moet wel een rechtspersoon zijn. En dan komen ze bij ons. Dus dan probeer ik daar een beetje in te bemiddelen en positief te benaderen. Ja. Waar ontmoet jij je buren eigenlijk dan? Want dit is een soort... Mijn eigen buren. Ja, bij mijn achtertuin eigenlijk. Okay. Dus ik moet zeggen, veel kinderen over de vloer altijd, met 3 kinderen. Dus, en dat bevalt ook prima. De achtertuin of de achterdeur staat vrijwel altijd open. Dus, ja. En heb je ook een plek in Limmel waar je ook een andere ontmoetingsplek of zo? Of nee, eigenlijk niet. Nee. Is dat nodig dan? Ja, het schoolplein. Mijn overblijfvader, met plezier. En dat is voor mij een meetingplek. Ik speel graag met kinderen, ben graag onder de kinderen. Okay. Dat is voor mij de grootste hobby, zo gezegd. Maar is dat ook nodig, denk je? Dat is een dochter, die gaat er met de ballon vandoor. Ja. Vind je dat nodig? Zo'n tuin, zou je dat ook in Limmel willen? Ik ben aangenaam verrast over toch de toegankelijkheid van alles. Mm-hmm. Het open idee. Ik denk dat zelfs een wildvreemde gewoon binnen kan lopen en gewoon eventjes een bankje kan pakken, om het zo te zeggen. En voor de rest, alles is er eigenlijk. Je mag stellen buiten een vark, een kip hebben we niet gezien. Kunnen ze zichzelf onderhouden, en dat is ook wel belangrijk. Hey, maar als je nou zelf iets wil, hoe regel je dat dan? Krijg je daar nog geld voor? Dat valt behoorlijk tegen. Okay. Dat is wel allemaal bij de gemeente aan de deur kloppen en proberen wat dingen te doen. En als je nou de gemeente gewoon eens vergeet, hoe zou je het dan aanpakken? Ik zou hier toch wat meer activiteiten willen en wat meer sociale cohesie. Wat meer dat mensen ergens naartoe kunnen. Er is nergens een winkel. Je hebt geen pinautomaat, niks. En hoe gaat dat betaald worden? Door de mensen zelf, hun eigen bijdrage? Nee, dat kan natuurlijk niet. Mensen gaan hier niet betalen voor een pinautomaat. Nee, maar voor hier in de tuin te komen of zo? Oh nee, daar hoeven ze niet voor te betalen, kan je gratis in. Ja, maar hoe kom je dan aan geld?
Nou, dat hebben we nog wel. Oh. Ja, we hebben nog wel wat geld. Het wordt goed beheerd. We hebben goede penningmeester. Oké, okay, gelukkig. Dus dit kan wel blijven nog een poosje? Dit moet wel zo blijven, ja. Ja. Mag het ook meer worden? Het mag, voor mij mag het wel wat meer breder over de stad verdeeld worden. Dat mensen van andere delen van de stad ook hier komen. Okay. Dat op zo'n zaterdag, als we nu open huis hebben, dat mensen hier naartoe komen. Gewoon lekker een plek hebben. En gewoon lekker zitten, luisteren naar muziek, een pilsje drinken, een kopje thee. Ja. Okay. Nou, er is van alles te doen hier.